Laura Lien, ben jij eigenlijk een beetje de schuld van het Mente-effect? Want jij was eigenlijk toch wel de madame die de Vlaamse populaire muziek een nieuw elan gegeven heeft, hè? Och, de schuld. Het is wel leuk om dat te horen. Het is inderdaad zo dat ik 7 jaar geleden, of is het intussen al 8 jaar, ik ben al de tel kwijt, het heb aangedurfd om in het Nederlands om schlager te gaan doen. En ik vind het vooral heel tof dat heel wat artiesten dit nu ook durven toe te geven, dat ze dit leuk vinden en dit ook brengen. En al de dingen die er rondom gebeuren, optredens, nu Mens TV, is echt wel het pure bewijs dat het ook werkt. Dat mensen erom vragen, dat mensen het leuk vinden om Vlaamse liedjes, om schlagers te horen. Maar ik ben vooral blij dat ik nog altijd kan meedraaien, want dat is niet altijd even gemakkelijk. En zeker als je dan plots met een hele hoop artiesten bent, het moet toch een beetje gedeeld worden. Ik ben vooral blij dat ik er nog sta, dat is het belangrijkste voor mij. Aan de andere kant, je bent moeten beginnen in zeer moeilijke omstandigheden. Je werd bijna geboycott, dat mogen we zo zeggen. Vandaag zijn er dan media die opstaan en letterlijk die kaart trekken. Dan moet je toch immens veel plezier doen. Dat doet enorm veel plezier, want inderdaad, in het begin was dat echt een hele moeilijke start. Iedereen die zo inderdaad een beetje afzijdig was, want ja, schlager was toch niet echt het ding om mee naar buiten toe te komen. We hebben er ook moeten voor vechten. En nu de dag van vandaag heb je zoveel mensen, media, die het Vlaamse werk steunt. En dat heeft toch wel voor iedere artiest een enorm goed gevoel. Dat is echt leuk om op die manier dan nieuwe liedjes naar de mensen te mogen toebrengen, optredens te mogen doen. Want nu weet je van, de mensen aanvaarden het. Tot slot even over de zwangerschap, want we kunnen er echt niet meer naast kijken. Hè. Voor wanneer is het precies eigenlijk? Het is uitgerekend voor 18 september, dus ik ben heel benieuwd. Nog een kleine viertal weken. Of het nu vroeger of later zal komen, zal ik nog moeten afwachten. Hè. Maar ik voel me tot op vandaag nog enorm goed. Dus ik weet niet, ik heb zo het gevoel dat het niet vroeger komt, dat ze nog even wel blijven zitten bij de mama. Maar het is wel heel spannend, ik kijk er echt enorm naar uit. De meest onbeleefde vraag die je aan een vrouw kan stellen, maar ik doe het toch, hoeveel kilo ben je bij? Wel, 14 dagen geleden moest ik op controle en was ik toen 9,5 kilo bijgekomen. Dus ik weet niet, ik moet nu deze week toch nog even terug. Ik hoop dat het niet te veel meer is, want alles moet er terug af kunnen. Hè. Maar ik denk dat het al bij al goed meevalt. Dat zit vooral een beetje op mijn buik en het begint al heel goed te spannen. Maar ik ben tevreden. En dan komt er wellicht een bevallingsverlof aan, dat kun je niet omheen. Maar wanneer ben je van plan om de werkzaamheden te hervatten en allicht met een nieuwe single, vermoed ik? Wel, ik ga eigenlijk heel kort maar op zwangerschapsverlof of met zwangerschapsverlof eigenlijk. Ik stop 11 september, is het laatste wat ik doe en ik start opnieuw 7 oktober. Dus dat is heel kort, maar ik heb daar gewoon voor gekozen omdat ik heel moeilijk het podium kan missen. En ik probeer zo altijd een beetje voorbeelden te nemen aan BV-collega's die moeder zijn geworden. En ik heb het gevoel dat die dat heel goed kunnen combineren. Dus ik ga dat ook wel moeten kunnen. En ik start inderdaad met een nieuwe single. En ook een volledig nieuw album. Dus ik word eigenlijk 2 keer mama, hè, van een nieuw album en van een dochtertje. Wat die albums betreft heb je toch al een groot gezin bij elkaar, denk ik. Ja, dat is wel waar. Ik heb al een groot gezin bij elkaar. Maar het blijft toch iedere keer moeilijker en moeilijker worden. Dus het is toch weer een beetje stress van hoe zullen de mensen het nieuwe album ontvangen. Dus afwachten. Slotvraag, je recentste single was een cover van de onvolprezen Rita De Neve. Heb je eigenlijk al een reactie van haar gekregen? Wat ze ervan vond? Ik heb nog geen reactie gekregen, want toevallig was ze onlangs ook bij Villa van Tielt. En ik vond het zo jammer. Ik was de dag ervoor en zij de dag erna dat we daar niet samen, want ik had haar heel graag even willen ontmoeten. Het is spijtig genoeg niet gebeurd. En tot zover ik weet heb ik nog nergens een reactie van haar gehoord of gezien. Maar ik zou wel even willen weten wat ze er natuurlijk van vindt. Hè. Dankjewel. Alsjeblieft.